presenteer je cijfers aan iedereen. Iedereen die een aanvraag bij je doet, die moet je een voorstel presenteren. Je kunt niet alleen maar zeggen, het kost ongeveer zoveel. Of, nou, je moet ongeveer denken aan dit of dat. Geef mensen altijd een prijs op papier. Zorg dat ze zwart op wit kunnen zien wat je rekent voor welke producten of diensten. Zorg dat ze het echt kunnen zien. Er zit een heel groot verschil namelijk tussen iets vertellen en iets kunnen zien. Dus, als het zwart op wit staat, geloven mensen dat het er staat. Klinkt stom, maar het is echt zo. Stel, ik zou een schilder zijn, dan kan ik wel tegen iemand zeggen, ik ga je hele huis verven en dat kost ei. Maar die ander weet helemaal niet of alles daar wel bij in zit. Pakt hij ook de kozijntjes mee en de plintjes en de dingetjes. Misschien versprak ik mij wel tijdens het bezoek of verstond de ander het verkeerd omdat hij even was afgeleid. Dan is het straks bij oplevering ineens een onaangename verrassing. En iemand moet zwart op wit kunnen zien wat ze krijgen en wat je daarvoor rekent. Als je zwart op wit zet, dan bevestigt dat voor de mensen wat ze willen zien. Dus geef iedereen die een aanvraag bij je doet een voorstel op papier, zwart op wit. Dit kan natuurlijk ook gewoon per e-mail, maar het beste werkt vaak geprint en dat het tastbaar is. Dus als dat betekent dat je het even moet nasturen per post, dan zou ik het doen. Zodat je zeker weet dat ze zien wat ze krijgen voor welk bedrag. Mensen zijn namelijk gewend om de prijs te controleren. Ken je van die rekken met kleding waarop staat alles 20 euro en dat je dan toch eventjes op het prijskaartje kijkt? Het is natuurlijk iets natuurlijks wat mensen doen, want ze willen bewijs zien. Deze gewenste bevestiging, het met eigen ogen kunnen zien, dat zit er nou eenmaal van nature in bij mensen. Als je een voorstel uitbrengt op papier, zwart op wit, krijgen mensen bevestigd wat je eigenlijk al hebt verteld. Deze bevestiging haalt eventuele ruis uit het gesprek en zorgt ervoor dat iedereen weet wat er is afgesproken. Dus mijn tip, maak altijd een voorstel. Hoe standaard het ook is, maak een voorstel en stuur deze naar je prospect.